je gezien dat Christa blauwe plekken heeft op de rug? Nee. Heb je enig idee hoe ze daaraan komt? Nee, ik heb geen idee. Waarom vraag je dat? Nou ja, voor deze onderwijzeres is het eigenlijk een dilemma achteraf. Want ze heeft al gesproken. Ze heeft al met mensen gepraat. En dat heeft allerlei gevolgen gehad die ze misschien niet voorzien heeft of niet wilde. Het is meer een duivels dilemma voor de kijker, denk ik. Van wat zou je nou zelf doen als je in die positie zit? En op zich is ook nog voorstelbaar dat deze mevrouw die blauwe plekken op haar rug ziet. Dat was niet misselijk wat daar te zien was. Denkt, ik moet iets. Maar ik denk dat het verstandiger was geweest als zij daar eerst eens met wat andere mensen over had gesproken. In plaats van gelijk zelf te handelen. Nou, als je zeker weet dat het mishandeld wordt, dan denk ik dat je strafbaar bent op het moment dat je niet meldt. Zeker als je in zo'n positie zit als deze mevrouw als onderwijzeres. Op het moment dat je een vermoeden hebt, wordt dat een ander verhaal. U zag die hoofdmeester al buigend over een schema. Het enkele feit dat iemand over zijn schema moet buigen kan ofwel zeggen dat het heel ingewikkeld is, dan wel zeggen dat het kennelijk heel weinig voorkomt dat mensen daarover moeten nadenken, omdat ze het niet uit hun hoofd weten. Dus ik denk dat je je heel erg moet afvragen van, in wat voor zaak hebben we hier? Is er letsel? Is dat ernstig letsel? Is dat levensbedreigend letsel? Of letsel waar iemand de rest van zijn leven lang last van gaat hebben? Enzovoort, enzovoort. Dus het is niet heel eenvoudig om die vraag te beantwoorden op een manier dat je die op alle zaken kunt toepassen. Ik denk dat je vooral eenduidigheid nodig hebt. Dat mensen moeten weten van, oké, wanneer moet ik iets doen? En wanneer mag ik iets doen? En dat mensen een beetje van de schroom af moeten. Er is schroom. En deze mevrouw heeft niet gelijk beschuldigd. Die heeft gewoon gevraagd van, goh, ik zie blauwe plekken, weet u hoe dat komt? Die ziet vervolgens een reactie en kan daar eigenlijk niks meer mee, want die mevrouw rent weg. En doet dan vervolgens ook eigenlijk niks meer in de richting van die mevrouw, haar vader of het meisje. Vult achter de computer een melding in. En dat is jammer, dat daar niet een doorgaand traject in zit. Ik heb uw vrouw gevraagd naar de blauwe plekken op de rug van uw dochter. Ze is van de glijbaan gevallen. Vraag haar zelf. Ze heeft mij iets heel anders verteld. U gaat hier geen werk van maken. Heb ik al gedaan. Nee, dat heeft u niet gedaan. Zeg alsjeblieft dat u dat niet gedaan heeft. Sorry, protocol. Godverdomme! Kutwijf! Als je met een valse beschuldiging wordt geconfronteerd, dan is dat uitermate vervelend. En dan druk ik het eigenlijk heel zacht uit. Dus ik denk wel dat je met z'n allen zorgvuldig moet zijn. Dat je niet gelijk als een onderwijzeres invult dat ze denkt dat vader het kind mishandelt, dan ook maar gelijk moet aannemen dat dat zo zal zijn. Ik heb zaken behandeld waarin dat soort beschuldigingen zijn geuit. Bij bijvoorbeeld het huisarts en dat de huisarts dan weer het AMK belt, het AMK jeugdzorg en jeugdzorg de reclassering. En voor je niet weet roept iedereen, vader heeft het kind mishandeld. En dan vraag ik, waar zijn de letsels, waar is de aangifte, waar zijn de getuigen? Die zijn er allemaal niet en dan gaat men heel ver. En misschien zelfs wel zo ver om die meneer omgang met zijn kind te ontzeggen. Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming moet gewoon er alles aan doen om de waarheid op tafel te krijgen. En niet klakkeloos maar geloven wat iemand zegt. Zowel niet wat een melder zegt, als niet wat een potentiële verdachte zegt. Deze vader roept dan, bent u gek geworden, ik hou van mijn kind. Nou, dat kan. Het kan goed waar zijn. Maar ook mensen die van hun kinderen houden, kunnen hun kinderen slaan. Hoe paradoxaal dat ook klinkt.